En leuk dat jullie weer kijken en luisteren naar een nieuwe aflevering over de Giro di Italia 2022. In deze aflevering ga ik etappe 4 bespreken: 166 kilometer, de eerste bergopaankomst van deze Giro op de Etna, een klim van 23,3 kilometer, aangemiddeld 6 aan het begin van deze etappe kreeg de kopgroep 11 uh, minuten van peloton. Waaronder de man die werd verwacht in de ontsnapping, Lennart Kemna. Ook zaten er nog uh, 13 andere renners mee. Oldani, Juan Pedro Lopez, Nederlander van Jumbo-Visma, Gijs Leemrijzen, Mauri van Zevenhand, Sylvain Monique, Rijn Tarame, Valerio Conti, Remy Rocha, Davide Villa, Alexander Kettenvoort en Lilian Calmejam. Over het algemeen een vrij sterke ontsnapping. Een ander ding dat uh, gebeurde aan het begin van de etappe was dat uh, Miguel Angel Lopez Afgestapt was, hij kampte namelijk met een uh, blessure aan zijn uh, linkerheup, had daar ook al in de, de eerdere etappes uh, last van, uh, stond op uh, Twitter van uh, Astana, maar is dus uh, nu afgestapt. Daarnaast hadden we ook een valpartij van uh, de renner van uh, Bora Ansco. de Italiaan Giovanni Ariotti. Dat was misschien dan nog niet het ergste van die valpartij. Wel dat een uh, klassemensman erbij uh, betrokken was, namelijk uh, Simon Yates. Hij had in ieder geval uh, geen tijd verloren in deze etappe. Op de niet zo steile stukken van de etna probeerde Oldani als niet-klimmer weg te raken uit de kopgroep. Hij ging redelijk goed naar boven. Op dat moment zouden denk ik nog niet heel veel zorgen zijn geweest bij de ploegleiders en uh, de renners. Maar toen hij een minuut voorsprong had... Kan het wel eens een probleem worden. In de groep achter Oldani had ik het gevoel dat Tarameh een van de sterkste renners was. Omdat hij best veel uh, kopwerk deed. Kemna bleef een tijdje in het tweede wiel. Maar ook hij nam wel wat werk op zich. Van Zevenand en Juan Pedro Lopez verstopten zich een beetje in die groep achter Oldani. Natuurlijk ook omdat uh, hun, uh, ja, dat hun uh, het beste uh, ervoor stonden in het uh, algemeen uh, klassement. En graag die... Die roze trui zouden willen bemachtigen. Toen begon Juan Pedro López aan te vallen. Hij had een gaatje en begon de sprong te maken naar Oldani. Even later kwam hij ook voorbij hem en voordat je met je ogen ogen knipperde was Pedro Lopez alweer gevlogen uiteindelijk in de groep daarachter kwam er een aanval van Lennart Kemna op dat moment deed hij de twee Belgen van Zevenand en Monique en daarmee de das om, Kemna was de enige die echt die klim goed had ingedeeld, had ook ja, genoeg energie over om de sprong te maken naar Juan Pedro Lopez, even later kwam hij dus aansluiten bij de Spanjaard en ze begonnen met elkaar te praten. Ik dacht, waar zullen ze het nou over hebben? Uiteindelijk leed het een beetje op dat ze een dealtje wouden maken... van Kemna, pak jij maar de etappe... en dat Pedro López de roze trui bocht. Want ja, het verschil tussen beiden in het algemeen klassement... was 40 seconden in het voordeel van Pedro López. In de laatste bocht deed de Spanjaard Pedro López... reed dan nog wel even tegen het achterwiel aan van Kemna... waardoor hij moest remmen, gelukkig niet gevallen. Kemna profiteerde daarvan... En en won zo dus de vierde etappe. Juan Pedro Lopez kwam in dezelfde tijd binnen als Kemna. En neemt de roze trui over van Mathieu van der Poel. In de groep van de favorieten was het Ineos. Die constant tempo reed met uh, Sivakov en Richie Poor. Daardoor heeft niemand echt verschillen kunnen maken. Eigenlijk geen verschillen. Wel achterin zijn er behoorlijk verschillen gemaakt van die favoriete groep. Gingen er wat renners uh, overboord? Onder andere Tobias Vos, Tom Dumoulin, Vincenzo Nieuwely en Guillaume Martin van Dumoulin. Daar had ik het wel verwacht dat hij uh, zou lossen hier uh, op uh, de etna. Maar zo vroeg. Dat had ik dan weer uh, niet gedacht. Hij moest uh, lossen. Terwijl er volgens mij nog een uh, stuk of 30, 35 uh, renners uh, in het uh, peloton uh, zaten. Ik verwachtte ook sowieso niet dat hij een uh, goed klassement ging rijden in deze Giro. Ondanks die, dat die tijdrit goed was, hadden we ook een bevestiging nodig. Hoe goed, zou, hoe goed hij zou zijn in de bergen. En ja, het is nu gebleken dat hij uh, niet goed genoeg uh, is om klassement te rijden. Ik denk dat Jumbo in het algemeen hun plan moeten gaan veranderen en gewoon niet meer voor het klassement rijden. Tenzij dat ze dit zien als één klap. En dat ze nog steeds gaan proberen om een klassement te gaan rijden met Vos. Want Dumoulin staat al op uh, 9 minuten. En we hebben ook uh, ja, duidelijk gezien door uh, wat Dumoulin zelf zei: de benen liepen vol. Dat hij uh, niet in orde is om uh, hier in deze Giro een klassement te gaan rijden. Ik zou nu gewoon zeggen, lekker als Jumbo-Visma, ga lekker met de uh, omen, Bouwman en Dumoulin... Als hij, zich, uh, als hij uh, zich weer goed voelt, uh, Dumoulin. Om gewoon lekker voor rit te gaan. Over de toekomst van Dumoulin vind ik het lastig om te zeggen. Heel veel mensen hoorde ik ook al van. Hup, einde carrière, het is gebeurd met Dumoulin. Natuurlijk, hij behoort, zich, hij behoort nog wel tot de top in het uh, tijdrijden. Tijdri tijdri dat heeft hij ook in uh, de tijdrit van deze Giro uh, laten zien. In die tweede etappe, dus waar hij derde wint. Dus daar is hij. Nog wel goed in, maar voor een klassementsman is hij niet meer goed. Van der Poel is zoals verwacht zijn uh, roze leiderstrui uh, kwijtgeraakt. Aan het begin van de etappe probeerde hij nog wel om mee te gaan met de ontsnapping. Maar uh, ja, klassementsrenners uh, accepteerden dat niet. Onder andere, Peo Bilbao zat gelijk in zijn wiel. Ondanks dat die poging is mislukt, zal van der Pool denk ik dit ook wel het beste vinden. Hij kwam op uh, 22 minuten binnen van de winnaar. Lennart Kenna. Nu kan hij zich gewoon lekker focussen op uh, rit Want er zitten in die eerste week. En ook in die tweede week uh, na de tweede rustdag nog. Uh, Prima rietjes bij die uh, op het lijf geschreven zijn van hem. Vooral riet 7 en 8. Ook zal hij zich nu wel uh, kunnen gaan mengen in de massasprints. Omdat uh, de man waarvoor hij een lead-out moest doen, Maretsko, buiten de tijd gefinished is in deze etappe. De top 10 van de vierde etappe naar de Etna is als volgt. 1. Lennart Kemna, hij wint dus deze vierde etappe. 2. Juan Pedro Lopez, die dus de roze trui overneemt, wat ik al zei, van Mathieu van der Poel. 3. Rijn Taramee, 4. Sylvain Monique, 5. Mauri van Zevenan, 6. Gijs Leemreizen. Ja, knap gereden. Jammer dat hij dan net niet mee kan met de beste in de kopgroep, maar ja. Gewoon zesde plaats is goed voor Gijs Leemreizen. Dat maakt in ieder geval deze etappe voor Jumbo-Visma nog wel een klein beetje beter. Zevende, Richard Carapaz. Dus dat peloton met de favoriete groep. Nou, peloton. Het waren denk ik ongeveer twaalf renners. De achtste wordt dus Romain Bardet. Negende, P.O. Bilbao. En tiende, Jao Almeida. Juan Pedro Lopez dus in de roze trui, ook heeft hij uh, de witte trui. En de bolletjes trui is nu voor uh, Lennart Kemna. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken en voor het luisteren naar deze aflevering. Morgen ben ik er weer, dan ga ik etappe 5 van de Giro 2022 bespreken. Hopelijk zijn jullie dan ook weer bij. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even de blauwe duim omhoog. Abonneer gelijk dan hier beneden. En dan zie ik jullie weer morgen bij de volgende video van de Giro 2020 etappe 5. Tot dan, laters!